Als we iemand haten, dan zeggen we dat we het bloed van die persoon wel kunnen drinken, figuurlijk dan. Maar binnenkort kan het ook letterlijk, want in West-Vlaanderen heeft het bedrijf Veos een techniek ontwikkeld om drinkbaar water te halen uit bloed. Dierlijk bloed wel te verstaan. Dus je vijanden hoeven zich voorlopig geen zorgen te maken. Maar waarom zou je dit willen doen en hoe ga je dan te werk? Dat horen jullie direct in deze podcast. Misschien eerst eens het bedrijf voorstellen. Veos is wereldwijd marktleider in het produceren van hoogwaardige eiwitten. Daarbij maakt het gebruik van dierlijk bloed en collageen om eiwitpoeder te maken. En dat eiwitpoeder wordt dan weer gebruikt voor dierlijke en menselijke voeding. Om het dierlijk bloed om te zetten in bruikbare eiwitten, moet het eerst ingedikt worden. Dat wil zeggen dat het water eruit moet. Bloed bestaat voor ongeveer de helft uit water. De andere helft bestaat dan uit rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes en eiwitten. En die eiwitten, die wil Veos gebruiken. Bij het indikken van het bloed komt dus veel waterdamp vrij. En die waterdamp die kan opgevangen worden en terug naar water omgezet. Maar dat water moet natuurlijk nog gezuiverd worden vooraleer men het kan gebruiken. En daar heeft Veos nu een nieuwe waterzuiveringsinstallatie voor ontwikkeld. Die zal het bloedwater zuiveren, zodat ze het opnieuw kunnen gebruiken in het productieproces. Want bij de productie van eiwitten komt niet alleen veel water vrij, maar er wordt ook heel wat water gebruikt. Bijvoorbeeld om de opslagtanks van het bloed te reinigen. Daarvoor wordt nu grondwater opgepompt, maar door de droge zomers is dat zeker geen duurzame manier van werken. Door zuiver water uit het bloed te gaan filteren, kan tot 150.000 liter water geproduceerd worden per dag, wat neerkomt op ongeveer 40% minder grondwater dat nodig is. Deze vorm van circulaire recuperatie binnen hetzelfde bedrijf verlaagt de ecologische voetafdruk enorm. En dat kunnen we natuurlijk enkel maar toejuichen. Goed nieuws ook voor de vampieren onder ons. Zij kunnen binnenkort dan gaan kiezen voor een veganistische versie van hun favoriete drankje. School en tot volgende week.